Kruip is van 73. Dus toen hij gebouwd werd. Was hij 14? 15. 14, 15. Ja, maar hij mocht die molen nog niet. Ik denk dat hij ouder is hier hoor. Nou, maar hij heeft al heel snel, toen hij 17 was, ik denk dat hij 17 is daar hoor. Hier stond mijn wieg eigenlijk. En hier stond dus een muur. En nou ja, zo kwam je dus hier in de doucheruimte. En hier nou ja, kan je nog zien dat de doucheknop gezeten heeft. En dat is nu een keukentje geworden voor het museum. Dus dat is een van de weinige herinneringen aan onze dienstwoning die nog over is. Ja, grappig. We zijn begonnen met kartonnen kaartjes rollen, met kaartjes. En die werden dan gestempeld met een gewone dagstempel. Datumstempel. En dat was dan zijn dagelijks werk, onder andere. Maar ook natuurlijk het schoonhouden van het museum. En elke dag open. Dat was ook heel bijzonder, want we hadden geen vrije dag. Ook de kas moest bijgehouden worden. En ook de afdrachten naar de laakhal van de kaartverkoop. Ja, want een volwassene betaalde 50 cent en kinderen half geld. Dus, en dit is ook wel een leuke, want hier staat Rinus met een... Die kreeg dan ook opeens het lakenhaluniform aan met de Leidse das. Ik heb Philip toen die een... half jaar was, heb ik hem voor het eerst meegenomen de omloop op, hè, naar boven. Een kind, een baby op je arm. En dat was 6 oktober, ik heb het erachter opgeschreven, 1973. Ja, toen ik hier geboren was, ging ik vanaf mijn derde jaar al mee met de molenaar, Jan van der Pauwkraan. Dat was de vaste molenaar in die tijd. En ging van jongs af aan meehelpend naar boven. Maar vanaf mijn derde jaar zijn moeder al gauw van... Nou, succes en plezier. We kwamen de bezoekers binnen. In deze keuken gingen we dan 's middags om 3 uur altijd koffie of thee drinken. Dit was onze privéopgang. Kijk, het touw hangt er nog. Zo in het touw vroeger. En dat was onze eigen voordeur eigenlijk pas in het museum. En daar stapte nog wel eens een toerist overheen. En ze wilden toch altijd die trap op, hè, waar die ketting voor hing. Maar de hond die sloeg dan meestal aan als het klingelen van die zat op een metalen ring. En dan waf, waf. En dan keek ik al naar de deur, want dan ging de kamerdeur open. En dan zag je weer een gezicht. Oh, oh, oh. En dan riep ik al privé. En dan ging de deur weer dicht. En er werd als van de trappen gesprongen, dus de lampen die stond aan het plafond te springen af en toe in de woonkamer. Ja, en op woensdag dan ging ik ook wel eens natuurlijk een tv-programma kijken en dat was soms niet te volgen. En dat kwam niet alleen door de herrie, maar ook doordat de molen stond te draaien, want we hadden gewoon antenne. Dus dan kreeg je altijd een soort wiebel over de tv heen en dan wist ik precies hoe hard de molen draaide. Die ging dan buiten zitten in de zon, maar dan zaten ook de toeristen in de stoelen. En de verjaardag ging je vieren en dan wilden ze het toch ook wel aanschuiven. Dus dat was ook altijd, en vooral toen Philip is dus in 1973 geboren. En dan haalt je natuurlijk ook kinderfeestjes en dat soort dingen buiten. Want als je ik hou erg van de natuur, dus je wil dan graag buiten zitten. In die tijd ben ik ook de was wel buiten gaan hangen, maar we hebben ook wel een wasdroger gekocht. Want er moesten slangen dan maar uit het keukenraam. Dat was natuurlijk geen gezicht uit het museum. Een wasdrogerslang, maar dat moest dan maar. Want dat was anders geen doen. De muren waren beschimmeld. En als je in bed lag en het was noordoostenwind, dan moest je er echt uit om op de volgende etage boven pannetjes te gaan neerzetten. Om een lekkage op te vangen. Ik heb altijd geprobeerd om zo normaal mogelijk te wonen, terwijl je eigenlijk natuurlijk heel bijzonder woont. En iedereen daar ook eigenlijk heel erg tegenop keek, zo van, die wonen daar. En dat had toch wel een hele aparte sfeer ook. Nou, sinds dat Jan Pauwkraan met pensioen ging, eigenlijk met de vervroegde fut, toen heb ik mijn molenaarsdiploma behaald. En toen kon ik in de zomer vakanties inspringen
om hier op de valk te mogen werken en de molen te laten draaien. En soms gebeurt af en toe nog wel eens dat ik inspring.